niet doen. Ik ga zeker niet freestyle vandaag. Dat jammer. Bewaar ik toch wel weer voor een andere keer. Wie weet ooit weer een keer. Misschien. Want vandaag hebben we het natuurlijk gewoon over de Eredivisie die 10 jaar bestaat. Yes. En ook op social media kon je daar... we hebben hier de taart op tafel liggen, maar... Wie gisteren maandag op social media zat, die heeft echt zoveel taarten langs zien komen. Maar we beginnen heel even met deze, want Anouk die heeft echt deze een echt hele toffe foto van 10 jaar geleden toen de Eredivisie net begon met deze 6 teams. Super cute. Ik herken Anouk sowieso, maar wie is de rest? Leona, kan jij ze? Nangula, ik. Oh, ze zijn Lee. Even wachten. Roos Kwakkebos, Feliciane yes. Minnaar, Marloes Piette, Nangula zei al en Chevalier Stolk. Dus goed. Het is echt lang geleden dit. Ja, je gaat door voor de koelkast. Yes. Niet. Is dat Marloes Piette? Ja, dat is Marloes Piette met die pony. God, ik herken gewoon niet. Ik denk dat ponies toen in waren. Ja, sowieso. Ja. Maar ja, ik vind het echt tof om te zien 10 jaar geleden. Toen was ik ook 14. Hoe oud was jij? 4? 15. 4, ja, Sanne. Ik was 4. Nee, maar ik had het alvast even over de taart. Want de taart ging ook bij Ajax. Jacques Zwart, Mr. Ajax, kwam daar de taart brengen om het feest te vieren. En ook bij... ook Edith Bos, die is natuurlijk geen voetballer, maar een judoka. Die was ook... die liet het ook niet onberoerd, want die heeft ook gewoon het feestje met ons meegevierd deze week. En er was ook ontzettend goed nieuws uit Italië. En Anouk Dekker kent deze Italiaanse waarschijnlijk wel, want het getuigen wel van deze foto. Maar dit is Patricia Panico, een Italiaanse voetballegende. Spits bij het Italiaanse elftal. Dus heeft 204 interlands gespeeld. En daarin heeft ze 110 keer gescoord. Maar er is goed nieuws van haar, want zij is in Italië de eerste Italiaanse vrouw die een professioneel mannenteam coacht. Wow. Awesome. Het is in Nederland nog niet gebeurd. En Italië is eigenlijk niet het meest vrouwvriendelijke land van Europa. Maar in Italië is het wel het geval. Zij is dus van jongens onder 16, Italiaanse elftal, gaat zij vandaag en overmorgen 2 wedstrijden coachen. Tof. Dus dat is wel heel cool om te zien. Heel ik kan cool. ook niet wachten tot er de eerste vrouwelijke coach in Nederland een mannenteam gaat coachen. Lijkt me echt heel erg tof om te zien. Professioneel dan, hè? Want normaal zijn ze er al. Ja, professioneel. Normaal. Maar dat is het? Ik vraag me eigenlijk af, is het denkbaar dat er ooit een vrouw de coach wordt van Ajax 1, bijvoorbeeld? Nee. Ondenkbaar. Nee? Ik zie dat niet gebeuren, nee. Ik ook niet, hoor. Maar ik vroeg me af of jullie dat zouden assistent gebeuren. Assistent dan? Ja, assistent wel. Assistent zie ik nog wel gebeuren. En misschien van een wat kleinere club, maar niet van Ajax. Het is nu zo dat er bij Go Ahead Eagles is de waterdraagster vrouw. En dat is al groot nieuws. Ja, heftig. Zeker shit, hè? Ja. Maar goed, goed nieuws van de Nederlandse speelsters in het buitenland. Want ze speelden allemaal bekerwedstrijden. Nou, jullie hadden het al even over Loes. Maar Janice van der Sande had ook wat te vieren afgelopen week. Want die scoorde in de 108ste minuut de winnende goal met Liverpool. En dat vieren ze zo. Ali Johnson on debut. Great cross. Oh yes! Janice van der Sande. Look at the delight on her face. What a moment for Ali Johnson. Ja. Ze zei ook, when you want to run, you can better stop for your team. Dat zei helemaal, want anders... Ja, anders houden de teamgenoten er niet bij. Het is een soort Forrest Gump, weet je wel. Maar heel tof. En ook Arsenal Ladies, die won met 10-0 van Tottenham in de FA Cup. Danielle van der Donk scoorde een hat-trick, dus dat is ook wel heel erg cool. En Dominique Jansen, die terug is van een blessure, die heeft ook gescoord. Dus dat is ook alweer heel goed nieuws voor onze Nederlandse dames in het buitenland. Allemaal goed voor het Nederlands elftal dit. Ja. Het wordt helemaal energized voor komende zomer. Ja, en er kunnen nog meer mooie beelden of berichten komen uit het buitenland van onze Nederlandse. Want deze week is er weer Champions League voetbal. Desalniettemin met Manchester City moeten spelen tegen Deense Fortuna. En dat is niet de enige Champions League wedstrijd die er gespeeld gaat worden. Want het is echt een heel erg mooi affiche voor het vrouwenvoetbal deze week. Rosengaard van Lieke die moet natuurlijk tegen Barcelona spelen. Wat had Twente kunnen zijn. Barcelona heeft Twente uitgeschakeld. Vette wedstrijd wel. Ja, hele coole wedstrijd. En Loes Geurts, waar jullie het net over hadden, die komt dus Bayern München van Viviane Miedema en Stephanie van der Gracht tegen. Dus ik wil die wedstrijd eigenlijk wel heel erg graag zien. Ik weet niet of dat kan, maar als je op de Twitter kijkt van Manchester City, daar staat een link naar de livestream voor de wedstrijd tegen Fortuna. Dus kijken jullie eigenlijk wel eens naar Champions League wedstrijden? Jawel. Meestal met mijn teamgenootjes een keer na een training gaan we even zitten met z'n allen. Ja. Dat is altijd wel leuk, maar niet altijd alles, hoor.
Nee, het is ook lastig te vinden. Ja, klopt. Volg jij een beetje het vrouwenvoetbal in het buitenland? Ja, zeker. Maar inderdaad, wat San ook zegt, het is soms wel lastig te vinden met de streams of zo. Maar als ze er zijn, dan probeer ik ze wat te kijken. Ja, zeker. Wie denk jij dat... Zo, ik ga... Wie denk je dat er gaat winnen? Wie denk je dat... Nou ja, dan zeg ik mijn vraag niet. Antwoord je mezelf. Wie denk je dat er gaat winnen, Leon? Hè? Wie, nou ja, ik zou het gewoon leuk vinden als Manchester City zou winnen. Gewoon ja. Even een keer een andere club dan Olympique. Ja. Ik denk dat het wel een mooie kraker is, hoor, trouwens, Wolfsburg tegen Lyon. Zeker. Zo. Ja, maar sowieso, elke wedstrijd is natuurlijk gewoon echt... Het is net mannenvoetbal qua Champions League. Zo echt de topclubs die tegen elkaar spelen, zoveel spanning. Ja. Alleen dan wat minder geld, dat ook wel eens leuk Hoe is. Hoe tof zou het zijn geweest als FC Twente hier nog tussen stond? Mm-hmm. Ja. Is helaas niet zo. Over het FC Twente, ex-speelster van FC Twente, Vivianne Miedema, die speelt dus nu bij Bayern met Stephanie. En als je wil weten hoe hun Duits is, dat hebben ze hier aan jullie laten zien. Hallo lieve fans. We zijn jetzt beim Algarve Cup en we bereiden ons voor de EM in Holland. Lieve groeten van ons. Tjus. Ciao. Ik wil niet stoken, maar Stephanie van der Gracht, dit is nog geen Duits. Nee. Blijf oefenen. Lieve van ons. Van ons. Ja. Genau, dat was niet zo goed Duits. Dat geeft niet. Nee, wel schattig. Wel schattig hoor. Ja. We hebben goed nieuws ook nog, want op onze Facebookpagina, we zijn nu 6 afleveringen actief. En we hebben 913 likes op Facebook. En daar willen we natuurlijk 1000 van maken. Dus ik geef altijd misschien een prijs weg. En dat geldt ook vandaag weer. Want als je de 1000ste like bent, dan kun je misschien wel weer wat winnen bij VV Kicks. En daar ga ik dan voor zorgen. Wat weet ik nog niet en of het echt gaat gebeuren, weet ik ook nog niet. Ik moet wel even zeggen, je zei vorige week, volgende week hebben we geen Merel meer in de uitzending. Nu zie ik daar staan, Merel van Dongen onderin. En dan zie ik rechts Tessel van Dongen. Sneaky, doe je ze toch weer in de uitzending. Ja. Nou, daar zijn ze weer. Daar kon ik echt niks aan doen. Dus nee. Product placement dit gaan. Ja, product placement. Anyway, als je de 1000ste bent, kan je wat winnen. En aankomende weekend, dat is het allerlaatste wat ik nog te zeggen heb, is PSV Ajax. En PSV pakt groot uit. Op de hertgang gaan ze deze wedstrijd helemaal... Nou ja, booming maken. En wij kunnen een shirt weggeven van de PSV-vrouwen. Dus ben je bij PSV Ajax op de tribune, neem een foto, een selfie en tag VW Kicks in je selfie. En dan kun je dus het gesigneerde shirt van PSV-vrouwen winnen. Dat was hem voor vandaag. Ja? Ja. Nou, daar gingen we rap doorheen.